nog gebeuren. Even voor de goede orde. We hebben de laadblokken bij ons dit keer. Dus we kunnen los. Hyperspace Mountain, 20 minuutjes. Ja, Suus steekt wel 2 duimpjes op. Maar we hadden geen geluid. Dit dus. Een wachtrij voor de Fastpass. Nou, weet ik toevallig uit ervaringen in de verschillende Disneyparken dat het niet zozeer aan het systeem ligt, dan wel aan het begrijpen van sommige mensen, die het vooral niet begrijpen. Ja, dan heb ik de foto geweest met Phantom Mickey, bij gebrek aan beter. Toverland! Aha! Toverland! Aha, we zitten net nog... Lopsaland, ook goed. We zitten net nog... Foto's te sturen naar jullie! In de fastpassrij voor Big Thunder Mountain na het eten. Eten was even een dikke verrassing. Een vriend van ons ook te groot staan. All in one family, zeker gewoon gaan kijken ook. Ik zal de link in de omschrijving erbij zetten. Maar in de fastpassrij voor Big Thunder Mountain. Daar is hij. Komt hij de koorremmetje. Ik dacht dat hij wel kwam, maar ik hoor hem, ik zie hem niet. Ah, daar is hij. Weet je wat? We gaan gewoon weer een keertje Pirates doen. Waarom niet? Er zijn een aantal nieuwe dingetjes en die moest ik Justin laten zien. Die zijn speciaal hier naartoe gekomen, alleen maar daarvoor. Die gaan ja, daarna weer weg. Ja, daarna gaan we weg. Maar heel eventjes, fijn niet uit. Met kapitein Jaden is er ook. Maar er staat, het is best druk, maar het loopt wel door. Het is drukker dan gisteren. Maar dat valt me nog wel mee, de drukte. Ik ben even kwijt hoe we nou lopen. Oh jee. Hoe dit nou gaat? Hij heeft een hele kreeg nu. Ja, normaal gesproken ga je zo, maar... Typisch, maar goed.
Dat is toch mooi, hè? Hoe mooi zo'n middeleeuws kasteel. Heel mooi. En dit gebeurt hier dus ook. Dit is de So Talented Academy of Theater Arts uit Engeland. Nou, je ziet het wel, hè? Hoe getalenteerd ze wel niet zijn. Presenteert in het kader van Disney Performing Arts onstage, de So Talented Academy of Theatre Arts. Bedankt. Dat is. Nou, je hebt echt wat gemist. De So Talented Ding of Arts, Stitch. Ah, ja. Ik heb Stitch net al. Hij had bijna mijn camera op. Oh, echt? Ja. Ik was binnen bij de So Talented Theater of the Performing Arts uit Engeland. Oh, sorry, de United Kingdom. Aan het kijken. Heb ik iets gemist? Nou, ja, nee. Oh, je ziet het in de vlog van Troy TV. Verwacht er niet te veel van. Oké. Het is niet zo heel bijzonder. So Talented waren ze nou ook weer niet. Jullie waren nog ineens stil? Nou, honger hebben. Ja? Je kan wel wachten tot 5 uur stil. Ja. Nou, we komen dus net weer uit Villa Magic. We gaan nou even wat eten en dan gaan we naar de studio's om daar nog wat kleine dingetjes te doen voor de kids. En dan gaan we naar, hoe heet je het weer? Legends of the Force? Nee, hoe heet je nou die show? Het seizoen heet Legends of the Force. Iets met de Force en iets met Star Wars. Op de Tower of Terror. Maar we gaan nu dus even bij Hakuna Matata eten. Misschien ook wel goed gekomen. Zeg altijd maar zo, Hakuna Matata, what a wonderful vreemd. Vind ik wel. Dus zometeen weer lekker op je eten laten zien weer. Echt, shame on us, we hebben het eten gewoon niet gefilmd. Ja, jij wel. Nou, voor jullie, als jullie het eten willen zien, All in One Family. Sazu en K. Ja, wat een leuk. Toch, K, toch? Dat is toch K, ja. Ja. Ze zit de fluffies opgezet. Wat is het? De fluffies opgezet. Ja. Had ik bij Darth Vader ook gedaan, want dan moest van jou. Ja, dat weet ik, maar dus, ik zie nou geen Darth Vader. Nee, dat heb ik wel langer gemaakt bij Darth Vader. Je hebt hem gered, met hem raden. Ja, inderdaad. Ja, voor je stemmen, hè. Thank you.
Nog steeds aan het filmen? Ik ben aan het filmen, ja. Okay. Met een timelapse? Nee. Oh, oké. Okay. Gewoon een stukje lopen. Ja. Moest er iemand naar de wc? Hoorde ik dat wel? Ja. Zijn vroeger of we naar de wc moesten? Oh. Hij schat. Ja. Zijn dat echte vogels? Nee. Zijn dat nepvogels? Dat zijn nepvogels. Vroeger kon je hier ook nog wel eens in. We kwamen hier uit en hier bij die typisch. Buffalo Bill. Ja. Dat kost een hard bed. Ja, dat is gewoon een plak. Nou? Wat zie je? Waar kijken we naar? Ja, gisteren ook al, lieverd. Ja. Kijk, een vliegtuig of zo, of een ballon, of weet ik veel. We staan nu te wachten op Production Courtyard. Over enkele minuten, over enkele quelques instants, begint de show waar we dus voor kopen om vandaag af te sluiten. Ladies and gentlemen, boys and girls, dus maar, Star Wars, a galactic celebration, will begin in just a few moments. Just a few moments. Come to production courtyard. Nee. Ze noemen het hier Star Wars. Ja, Star Wars is het, ja. Star Wars. Star Wars. Weet niet. Dat is op zijn Frans, denk ik. Star Wars. Vroeger heette de films ook La Guerre des Étoiles. Dat is niet, zomaar zeggen, dat is niet de oorlog tussen de sterren, maar de oorlog van de sterren. Dus dat klopte niet echt. Maar goed, over enkele ogenblikje begint het. Dus we staan hier nou naar te kijken. Als we zo gaan beginnen, dan gaan we los. Het is een heel mooi canvas. Voor mij mogen ze dit gewoon vastdoen. En ik zei nog tegen Suus. Nee joh, ik laat mijn stabilisator thuis. Ga ik toch niet gebruiken. Ja. En nu sta je weer. Ja. Beetje lamarend. Precies. God, God. Nog steeds weer? Ja, natuurlijk! Ik heb hem weer teruggedaan, dat flesje. Hij had hem weer weggegooid. On May 25th, Star Wars premiered. Now, more than 40 years later, Star Wars has reached every corner of the world. And across generations, as the saga continues to transport audiences with the words. A long time ago, in a galaxy far, far away. Through the Force, things you will see other places. The future, the past, old friends long gone. I have lived long enough to see the same eyes. Those beasts, they're here.
Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, it penetrates us, it binds the galaxy together. Do or do not. That's a wrap. Dat zat er weer in. Dat was Star Wars Celebration. Ik ben nog steeds niet. Hoe heet de show nou? Galactic Celebration. Galactic Celebration. Dankjewel, Suus. Maar Suus kon het net mooi omschrijven. Ik vond het een mooie show. Het is een mooie show. Het project is fantastisch. Het was alleen niet dat ik zeg van... Wauw, daarvoor blijf je. Ja. Nee, ja, dat dus. Het miste die pizzazz. Die shabam missen het. Maar het was zeker tof om een keer gezien te hebben. Ik vond hem wel heel erg leuk. Ja, hij is niet slecht. En. Daar hebben ze punten mee gescoord. Jyn Erso. Ja, Jyn Erso zit er ook in, absoluut. Wij zijn niet zo fan van, hoe heet die muts? Ray. Van Ray. De eerste vrouwelijke stoere Star Wars heldin. Alsof iedereen ineens Leia is vergeten. Maar goed, wij zijn fan van Jyn. Nee, doet maar in één film mee. Maar ja, dus, en ze gaat kapot aan het einde van die film. Maar voor de rest, spoiler alert. Ik ben fan. Wij zijn fan. Maar dat was onze tweede dag. We gaan naar het hotel strompelen. Wat gaan we doen? Wil die even in de buggy? Nou, dan gaan we hier even om de hoek staan, even wachten. Dan staan we... Midden in de poort. Ja. Zoals de rest van de wereld. Kijk eens. Niemand in de weg staan. Ja, die moet even plassen. Ja, die in de bosjes, waar niemand het ziet. Nou, even wachten. Ja. Ja, het is echt de Five Guys hoor. Die ik rook. Maar dat was onze tweede volle dag. Vol met verrassingen. Ik kwam misschien niet zo verrast over op de video van allemaal. Ja, ze stoorden me. Ze stoorden me met eten. Sorry. En met het filmen van het eten. Ja, sorry. Nou, is vooruit dan maar. Ga je lekker zitten? Ja. Ben jij weer wakker? Ja. Nog. Ooit geslapen dan? Dag. 3D. 3D. Oeh. 3D. Dus nou, we strompelen naar het hotel. Ja. Tot morgen. Tot morgen.